Rotterdam zegt het afgelopen jaar de fraude met uitkeringen voortvarend ter hand te hebben genomen. 800 uitkeringen werden al gestopt. Er wordt samengewerkt met de politie. Verdachte geldtransacties worden vergeleken met bestanden van uitkeringsontvangers. Bij een match wordt ingegrepen, maar Rotterdam wil meer. Bijvoorbeeld als de politie procesverbaal opmaakt. Ja, dat soort zaken moet je aan denken. Inderdaad, zijn er processen verbaal van mensen die een uitkering hebben gehad van de gemeente Rotterdam. Waarvan je zegt, hey, die hebben criminele activiteiten verricht waarmee ze geld hebben verdiend. En als je geld hebt verdiend, dan had je dus geen recht op een uitkering en moeten we daar wat mee doen. Maar ook wordt samenwerking gezocht met de marechaussee om bijvoorbeeld aangehouden bolletjesslikkers met mogelijk een uitkering te kunnen grijpen. Niet alle fraude gebeurt met opzet, zegt de wethouder. Maar mensen met een uitkering moeten er wel zelf voor zorgen dat ze niet in de problemen komen. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen zelf goed nadenken en goed tijdig doorgeven als er wijzigingen in hun situatie zijn. Ja. In 2017 denkt de gemeente Rotterdam dat 12.000 sjoemelaars met een uitkering gepakt zullen zijn. Nu zijn dat er al ruim 3500. In 2014 alleen al goed voor ruim 6,5 miljoen euro aan uitkeringen.